De Donge is een laaglandbeek. Hij ontspringt net onder Baarle-Nassau en via Riel en Tilburg stroomt hij naar Donge en vervolgens naar Schravenmoer om te eindigen in de Amer. 8 jaar lang hebben we langs deze rivier gelopen. Een korte wandeling van 3,5 kilometer ter hoogte van Schravenmoer. En daarover gaat deze film. De wandeling startte elke keer bij het parkeerterrein aan de Wilhelminalaan. En vervolgens liepen we naar de tweede stuw, om dan over te steken en langs de andere oever terug te lopen. Een prachtige ronde door een mooi stukje natuur. De Donge is een ecologische verbindingszone. Onder andere de ijsvogel profiteert daarvan. De ijsvogels hier langs de Donge komen meest allemaal van de Biesbos en trekken langs de Donge deze kant op. Natuurvereniging Ken en Geniet speelt daarop in. Leden van de vogelwerkgroep gingen hier aan de slag. Ze staken kanten af van de oever. Steile kanten waar de ijsvogel heel graag broedt. Om een beginnetje te maken werd met een grondboor een gat geboord. Dat hebben ze op diverse plaatsen gedaan. Op deze plek worden ook staken in de grond gestoken. De ijsvogel heeft namelijk een uitzichtpost nodig. En liefst dicht bij zijn nest. Op deze plek heeft al verschillende keren de ijsvogel gebroed. Hier zie je de gaten. Hier zijn leden van de vogelwerkgroep bezig een kunstwand te maken. Een houten wand die opgevuld wordt met zand. Het is de bedoeling dat de ijsvogel zelf daarin gaat graven. En ook dat heeft hij al gedaan. Er zijn diverse van deze wanden aangelegd langs de Donge. Ja, dat is een mooi werk van die vogelwerkgroep. Je ziet regelmatig de ijsvogel langs de Donge, maar ook langs de ecologische verbindingszone richting Donge. De blauwe reiger, een vogel die je ook regelmatig langs de Donge ziet. Het is een viseter, maar hij eet ook kikkers, mollen, muizen en kleine vogeltjes. Als je vanaf de dijk richting Groenendijk kijkt, dan zul je regelmatig reeën kunnen zien. Hier een bok met 3 geiten. Vooral in de winter kun je grote groepen eenden aantreffen op de Donge. Dit zijn kuifeenden. Het mannetje is zwart-wit. Hij heeft nu een blauwe snavel. Het vrouwtje is donker van kleur. Nogmaals zien we enkele mensen van de vogelwerkgroep van Natuurvereniging Ken en Geniet in actie. Hier gaan ze de dijk op. Ze plaatsen een informatiebord over de ijsvogel. Als u langs de Donge wandelt, moet u het bord maar eens goed lezen. Tja, mannen, het zijn net kinderen. Ook in het Kerkenbos is een dergelijk bord geplaatst. Tegenover de ijsvogelbak. Een koppeltje wilde eenden. De gekleurde, het mannetje en de donkere, het vrouwtje. Het mannetje van de wintertaling. Ook deze vogel is gebaat bij de ecologische verbinding de Donge. Hij is ook afkomstig uit de Biesbos, de grote zilverreiger. Hier aan het vissen. Enkele aalscholvers op weg naar hun rustplekje, de populier.
De aalscholver is een echte visser. De boomkruiper is bijna altijd op zoek naar insecten. Hij heeft daarvoor een speciaal snaveltje, krom en heel erg dun. Daarmee kan hij tussen de spleten van de schors op zoek naar insecten. Het is maart. Er zit nog steeds een groepje kuiveenden. En natuurlijk de meerkoet. Maar deze is hier altijd aanwezig, het hele jaar door. Knobbelzwanen blijven elkaar een leven lang trouw. Ze grondelen en zijn dan op zoek naar waterplanten. De pimpelmees is makkelijk te herkennen. Hij verschilt van de koolmees. Kijk maar eens naar dat mooie blauwe petje. In de winter zitten spreeuwen in grote groepen bij elkaar. Ze hebben dan nog een typische winterkleed. Mooi gespikkeld. Vaak zie je op de stoppelvelden. Daar straks zagen we de pimpelmees. Dit is de koolmees. Pimpelmees en koolmees zijn beide insecteneters, maar in de winter schakelen ze over op zaden en zijn een welgeziene gast op de voedertafel. Een andere prachtige watervogel is het waterhoen. De tafeleend is een wintergast. Hij is veel kleiner als de wilde eend. Het is half maart en twee buizerden maken hun balsvlucht. Let maar eens op. De dongen is niet alleen een plek om zich te verplaatsen. Het is ook een broedplaats. De rietkragen, de struiken, de bomen, het biedt allemaal plaats om te broeden. Een mooi bosje sneeuwklokjes. Hoog in de boom een groepje krantsvogels. Je ziet ze ook vaak in de boomgaard. Aan de bouw van eenden kun je zien of dat het grondelaars zijn of duikeenden. De wilde eend is plomp gebouwd. Het is een grondelaar. De fut ligt diep in het water en dat is een duikeend. Hij vangt immers vissen onder het oppervlak van het water. De blauwe flits, oftewel de ijsvogel. Hij zit hier op zijn uitkijkpost. De aalscholver is met zijn slanke lichaam een uitstekende duiker. Hij ligt ook diep in het water. Langs de oevers van de dongen staat veel riet. En natuurlijk vind je daar ook de rietgors. Ook de tafeleend is een duikeend. In de winter zitten duikeenden in grote groepen bij elkaar. Dit is een mannetje. Het vrouwtje tafeleend is minder kleurrijk. Zij mag niet opvallen.
Op de graslanden in de polder zie je steeds vaker de grote zilverreiger. Ook deze komt via de dongen vanuit de biesbos, waar grote groepen bijeen zitten. Al vroeg in het voorjaar vinden er flinke gevechten plaats tussen de meerkoeten. Ze willen allebei een territorium, een eigen gebiedje. De meerkoet is ook een grondelaar. Dikwijls zie je hem ook op de graslanden op zoek naar voedsel, planten. Deze meerkoet heeft zijn plekje al gevonden. En dat laat hij merken aan de andere meerkoeten. Een mannetje, vink, is op zoek naar voedsel op de akker. En dit is de putter. Deze vindt zijn voedsel in de bomen. Elzenproppen. Een heerlijke maaltijd voor de putter. Het waterhoen is makkelijk te herkennen aan de rode snavel en de witte staartveren. Kenmerkend voor de waterhoen. De kuifeend, links het vrouwtje, rechts het mannetje, broedt hier niet. Hij trekt weer weg in de zomer, naar de Oostzee. Daar broedt hij op diepe meren, meren tot wel 5 meter diep. De hazelaar bloeit vaak al in februari. Ook deze verspreidt zijn zaad via de wind. De oevers van de dongen zijn dan ook een belangrijke verbinding, ook voor planten. Gelukkig worden deze bomen nog regelmatig geknot. Ook hier aan de overkant een prima plekje voor de ijsvogel. Afgestoken door enkele mensen van Ken en Geniet. Op en langs de dongen houdt al jarenlang een klein groepje grauwe ganzen zich op. Hij komt ook regelmatig tot broeden. Man en vrouw blijven elkaar levenslang trouw. De grauwe gans is een vegetariër. Hij eet grassen, kruiden, vaste planten, wortels, zaden en knollen. Een van de eerst bloeiende planten is het speenkruid. Een fut. Het waterhoen eet verschillende dingen. Hij eet planten en dieren van de oeverzone. In en boven het water. En in de winter eet hij ook gras. In tegenstelling tot het waterhoen heeft de meerkoet
geen monogaam leven. Hij heeft een zogenaamd seizoenshuwelijk. Nu de bomen nog kaal zijn, zie je de nestjes goed zitten. In de zomer loop je er zo aan voorbij. Dit is een oud merelnest. Klein, maar dapper. De winterkoning. Het is eind maart. De eerste pinksterbloemen komen tot bloei. Een van de eerst bloeiende struiken is de sleedoren. Hij heeft prachtige bloemetjes. Ook de wilgen beginnen te bloeien met hun prachtige katjes. Voedsel voor de eerste hommels, vlinders en bijen. De koolmees zit te roepen. Dit is mijn gebied, dit is mijn territorium. Een ander is hier niet gewenst. De wilgen staan te bloeien en daar komen veel insecten op af. En dat weet de pimpelmees, op zoek naar die insecten. Een van de eerst rondvliegende vlinders is de kleine vos. Hij overwintert als vlinder. Zo gauw het warm genoeg is, komt hij tevoorschijn en gaat op zoek naar voedsel. En dat is te vinden op de wilg en op de sleedoren. Ook de gehakkelde Aurelia overwintert als vlinder. De dongen is voor hen ook een belangrijke verbindingszone, waarlangs ze zich verplaatsen. De ijsvogel laat zich voor de eerste keer zien bij een afgestoken kant. Dit is een mannetje, te zien aan zijn zwarte snavel. Een prachtig gezicht, die wilgenkatjes. Ze zijn goed beschermd tegen de kou. Eenden en steenuilen, maar ook ransuilen, broeden graag in die knotwilgen. De winterkoning maakt altijd een opgewonden indruk met zijn opgewipte staartje. Hij heeft een krachtige zang, vrijwel het luidst van alle zangvogels. Langs het fietspad staan Canada-populieren. Dit is een kruising met de zwarte populier. De bomen kunnen het wel 200 jaar oud worden. Elk zaadje aan dit trosje heeft een plukje haar en deze kunnen verre reizen maken op de wind. Ze drijven ook op water zonder te zinken. Als je deze stronk bekijkt vanaf de overkant van de dongen, denk je, hé, daar zit een uil. Onbewoonbaar verklaard. Ook zo'n vroege bloeier, het groot hoefblad. Het is een nuttige plant voor vele insecten, zoals bijen, vlinders en hommels. Hier kleine vos. Hij verspreidt zich door zaad
maar ook door lange uitlopers. Water is onontbeerlijk voor kikkers, padden, hagedissen en salamanders. Ze leggen daar hun eitjes in. De dongen, een echte levensader voor vele planten, dieren, vogels, vissen en insecten. Ook de ooievaar heeft zijn plekje ontdekt. Hier langs de ecologische verbinding aan de overzijde van de Wilhelminalaan. Strontvliegen eten niet van mest. Maar de vrouwtjes leggen de eitjes op de mest. Opmerkelijk is dat de eitjes eruit zien als kleine vliegjes, omdat ze vleugelachtige uitstekelsels hebben en deze dienen om niet weg te zakken in de mest. De knoppen zitten onder de bloemen, dus dit is raapzaad en geen koolzaad zoals velen denken. Een dagpauwoog. De ijsvogels zijn gearriveerd. Ze vliegen druk heen en weer. Regelmatig schieten ze een hol in. Het mannetje is al lang op zoek naar een nestplaats, maar moet het vrouwtje weten te overtuigen. Zij keurt het nest goed. Het mannetje, makkelijk te herkennen aan de helemaal zwarte snavel, zit rustig te wachten. Het vrouwtje met de oranje ondersnavel zit klaar voor inspectie. Zij keurt het nest goed, ligt het op voldoende hoogte, zodat er geen water in het nest komt. Is het groot genoeg? Er moeten immers 7 jongen grootgebracht worden. Ze bezoekt verschillende plaatsen. De ijsvogel is echt gebonden aan het water. Hij eet kikkers, libellen, maar natuurlijk het meeste vis. De onverteerbare resten komen terecht in een braakbal. Hier zie je dadelijk dat hij de braakbal uitspuugt. Als de ijsvogels tot broeden komen, dan spugen ze die braakballetjes uit in hun nest. En ze maken ze fijn. Het vormt een bodem in het nest. Tja, van die inspecties hoor je wel thuis en dan moet je je eigen wassen.